Hoe dichters dichten zullen, is tegenwoordig het meest bekende hoofdstuk uit Jan van Boendalen's Lekenspiegel. Het wordt beschouwd als de oudste poëtica of literatuurtheorie in het Nederlands. Bij een eerste kennismaking lijkt het tekstje een algemeen geldige instructie voor dichters... die niet aan een bepaalde tijd of specifieke omstandigheden gebonden is. Daarbij is het belangrijk om je te realiseren dat het woord dichter... in de middeleeuwen kon slaan op zowel schrijvers van poëzie... Als van proza. Een dichter, zo lijkt Boendalen te bedoelen, dient over een degelijke kennis van de taal te beschikken, moet zich in zijn werk aan de waarheid houden en behoort van onbesproken gedrag te zijn. Bij oppervlakkige lectuur lijkt het tekstje een traditionele, weinig verrassende uitwerking van deze drie punten. Maar als men de tekst probeert te begrijpen in de context van zijn tijd, komt er een heel ander betoog tevoorschijn. Als Boendalen stelt dat de ware dichter een grammarien moet zijn... bedoelt hij dat de dichter de grammatica moet beheersen. Bovendien moet een dichter volgens Boendalen... vertrouwd zijn met de retorica of welsprekendheid. Beide aspecten van dichterschap... maakten al sinds de klassieke oudheid deel uit van de zeven vrije kunsten. Of artes liberalis, de steunpijlers van het onderwijs in het Latijn. Anders gezegd... Alleen iemand die Latijn heeft gestudeerd kan volgens Boendalen een goede schrijver zijn. Deze interpretatie van Boendalen's nadruk op de grammatica en retorica geeft ook relief aan zijn tweede punt, de vereiste waarachtigheden, trouw aan de waarheid. Met deze woorden richt Boendalen zich tegen dichters van romans over Karel de Grote of Koning Arthur, die inhoudelijk sterk afwijken van de erkende Latijnse geschiedschrijving. Jan van Boendalen noemt deze dichters ronduit leugenaars. Heel specifiek richt hij zijn pijlen op de dichter van Karel en de Elegast. Men leest dat Karel voor stelen, ik zeg u zonder helen, zonder iets te verbergen, dat Karel nooit ten stal. Omdat in Karel en de Elegast de historische waarheid geweld wordt aangedaan, moet Boendalen er niets van hebben. De derde eis van Boendalen, de eerachtigheden, moet eveneens vanuit zijn positie in de stedelijke maatschappij worden begrepen. Als gerespecteerde en hoogopgeleide ambtenaar kijkt Boendalen neer op artiesten die hun brood verdienen met het voordragen van ridderromans. Het is een maatschappelijk diep verankerde afkeer van joculatoris, reizende speelmannen zonder vaste woon- of verblijfplaats, die in de middeleeuwen vrij algemeen als eerloos werden beschouwd. Als we de tekst zo lezen, is Hoe Dichters Dichten Zullen in de eerste plaats een tekst waarmee Jan van Boendalen zijn eigen positie als geleerde dichter probeert te verstevigen. Zijn tekst is een pleidooi voor serieuze non-fictie en een felle uithaal naar iedereen die zich liever bezighoudt met verzonnen verhalen over liefde en avontuur. Boendalen toont zich hierin een waardig navolger van Jacob van Maarland. Die zich in zijn wereldkroniek, de Spiegelhistoriaal, al tientallen jaren voor Boendalen afkeerde van leugenaars en rijmelaars.